vandaag een ander soort video weer voor jullie. Ik heb namelijk iets besteld op eBay. Ik ga namelijk voor jullie swatches laten zien van matte lipsticks. Maar het zijn zeg maar lipglossjes die dus mat opdrogen. Ze noemen het gewoon long-lasting lipgloss, maar het wordt dus zeg maar een matte lipstick op je lippen. Ik heb ze al uitgeprobeerd en ik moet zeggen, ik ben er niet super enthousiast over. Want ja, ze gaan heel erg lastig van je lippen af. En als je ze op je lippen hebt, zijn ze een beetje kleverig. Dus ze zijn niet echt top. Maar ze kosten maar 1 euro. En ik zal eventjes in de beschrijving zetten bij wie ik ze heb gekocht. Dus als je nou op zoek bent naar echt hele goedkope matte lipsticks, dan heb ik hier dus gewoon een hele doos vol. Je had volgens mij 30 kleuren. Ik heb er 10 gekocht met kleurtjes waarvan ik ook al weet dat ik ze zou dragen. En ik ga ze gewoon allemaal voor jullie reviewen. Mijn lippen zullen waarschijnlijk helemaal kapot gaan, want het is echt niet heel erg chill voor je lippen. Ik ga ze op volgorde van het eerste nummer naar het laatste nummer voor jullie laten zien. Ik zet er een muziekje onder en ja, dan hoop ik dat jullie het heel erg leuk vinden. Vonden. Ik moet wel zeggen, ik was best wel negatief aan het begin, maar eigenlijk, ja, je ziet dat het wel gewoon hele mooie kleuren zijn. En op zich smeren ze ook wel makkelijk. Ja, je krijgt ze best wel makkelijk op. Sommige zijn iets meer liquid dan de andere. Dus sommige kan je echt op je onderlip doen en dan, ja, dan zo op je bovenlip en dan zit het al vanzelf bijna goed. Andere zijn wat dikker. Wat wel vervelend is, dat zag je ook in de video. Kijk,
En dat was echt, ik zette er echt kracht achter, zeg maar. Dus als ik zo doe, is het helemaal mat. Als ik zo doe, jullie blijven helemaal vastplakken. De tonen helemaal mat, dus ik zal niet waarom ze blijven plakken. Misschien moet ik ze iets langer laten drogen. Maar toch, ja, stel je wil echt heel veel leuke kleurtjes proberen, dan is het op zich wel de moeite waard. In de beschrijving staat dus bij wie ik ze heb gekocht. Ze zijn echt maar €1, dus ja. Ik wil het toch eventjes aan jullie laten zien. En op deze manier heb je toch voor €10 10 hele leuke kleurtjes op je lippen. Maar ja, je kan dus ook gewoon naar de Primark gaan. Op bij Catrice, Essence, die hebben ook dit soort dingetjes. Dus ja, je moet zelf weten of dit iets voor je is. Oh, it's drying now. Ja. Oké, terwijl ik dit zeg, voel ik dat het aan het opdrogen is. Dus de plakker gaat weg. Het duurt eventjes. Ik zal nog eventjes. Wow, jongens, check dit. Doordat ik dus dit heb gedaan. Oké, dus mijn tip is, als je deze gaat kopen, als je ze aanbrengt, dan moet je echt eventjes 5 minuten niet praten. Dan droogt hij mooi op en dan blijft hij volgens mij echt een jaar zitten of zo. Want dan gaat er echt heel moeilijk af. Maar ja, of ik er helemaal fijn van ben, weet ik niet. Maar het is gewoon leuk om te proberen. Dit was dan mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Er komt zeker ook een lip swatch video aan van mijn andere matte lipsticks. En hopelijk ook van mijn MAC collectie binnenkort. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Als je nu pas voor het eerst op mijn kanaal bent, vergeet dan niet te abonneren voor meer van dit soort video's. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!